Liefhebbers van oude auto's konden begin deze maand weer genieten op de parkeerplaats bij de Boris Wolthoeve. 78 prachtige oldtimers hadden zich daar verzameld voor een tochtje door onze mooie regio. En werden daar natuurlijk bewonderd door alle bezoekers van het park. Het betrof hier een rit van 3 oldtimerclubs. Te weten de HAV afdeling Noord, de Hondsrug en de oldtimer vriendenclub Groningen. De parkeerplaats bij de Boris Wolthoeve was groot genoeg om alle 78 oldtimers ruimte parkeren. En we zien wel vaker bij evenementen in Veendam oldtimers. Maar hier stonden toch wel heel veel hele bijzonder fraaie exemplaren. De gasten werden allemaal ontvangen in de Boris Wolthoeve. Samen met Leen en Dina Lamijn hebben Ria en Bert Haan invulling aan deze prachtige dag gegeven. En voor het vertrek kon iedereen natuurlijk de prachtige oldtimers bewonderen. Hier zien we de deelnemers in het Boris Wolth direct na de start. En niet iedereen had de routebeschrijving goed gelezen.
Hier zien we het verleden en het heden in één beeld gevangen. Zowel qua auto's als rijstijl. Ongeveer 91 kilometer lang voerde de deelnemers door het mooie Drentse landschap waar men kon genieten van de bossen en de Drentse dorpen zoals Westerbork en Zwiggeltje. Ze hadden twee tussenstops in Schoonlo bij de tuin Beeldenboerderij en bij het openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonlo. En tijdens deze laatste stop werden de deelnemers voorzien van een natje en een droogje. Het eindpunt van de tocht was trouwen bij de oude wagen waar men op kosten van de organisatie nog koffie en thee kon gebruiken. Tot zover onze reportage over deze prachtige oldtimerrit.